In deze microlearning bekijken we de hoogtekaart rondom Ede. Je ziet de Utrechtse Heuvelrug liggen, het blauw daartussenin is de Gelderse Vallei en Ede ligt aan de rand van het Veluwemassief. We gaan eens kijken hoe hoog het overal is. We klikken eerst eens op de plek van het station Ede Centrum. Daar is het zo'n 25 meter hoog. Vervolgens gaan we de Arnhemse weg omhoog richting de Paasberg en we zien dat het daar zo'n 44 meter hoog is en uiteindelijk daar waar we de N224 op gaan, is het zo'n 49 meter hoog. Richting de Zuidginkel wordt het weer lager. En ten noorden van de Zuidginkel zien we een paar plekken die we kennen van de Heidebloempas en de Kreelse Plas. Daar is het zo rond de 20 meter tot 25 meter hoog. Terug naar Ede. Als we vanaf de Paasberg naar beneden gaan, dan komen we in het blauwe gebied. Richting de Veendeweg zitten we op de 19 meter hoogte, Veldhuizen 14 meter hoog en het industrieterrein de Kieviksmeent zo'n 10 meter hoog. Dus in de Gelderse Vallei, daar wonen de mensen tientallen meters lager dan op de Paasberg. Via deze hoogtekaart kun je zelf je eigen huis aanklikken en gewoon eens kijken hoe hoog je woont. Vind je dat leuk? Klik dan de link aan bij de microlearning naar deze hoogtekaartapplicatie op internet en je kunt voor je eigen huis ook eens kijken hoe hoog je woont.